I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Je telefoon, je computer, misschien zelfs wel je camera. Overal zitten chips in. En die chips, die moeten natuurlijk ergens worden gemaakt. Sterker nog, de machines die chips maken, moeten ergens worden gemaakt. En dat gebeurt gewoon hier achter mij bij ASML. En Arjan, die ooit meedeed aan vakkanjers, die werkt hier. Dus we gaan een kijkje nemen bij de grootste chipmachinefabrikant ter wereld. Heb je hem? Kom maar mee. Hoi, mag ik even een momentje met jou meelopen om te kijken wat je allemaal doet? Ja, tuurlijk. Kom maar mee. Ja, wij zijn hier in het Experience Center bij ASML. Om een chip te produceren heb je iets van 10 machines nodig. En ASML die maakt de belichtingsmachine, waardoor je het patroon op de chip krijgt te zien. Hier zie je eigenlijk allemaal druppeltjes. Er zijn tindruppeltjes. En die worden hier kapotgeschoten door een laser. Dan ontstaat pas het EUV-licht. En dat EUV-licht, dat willen we juist gebruiken, omdat het een goede golflengte heeft. Met het EUV-licht wat we produceren, krijgen we een golflengte van 13,5 nanometer. Dat is natuurlijk super klein, maar een menshaar is ongeveer 80.000 nanometer. Oh, dat is super klein. Dat is zeker. Daar ligt het met de trap. Wat zou je zelf doen? Ik loop meestal met de trap toch wel voor. Ja? Ja. Dan gaan we met de trap. Ja, hier zijn we op 6 en 4, dus we kunnen hier naar binnen. Hier hebben we een flexplek. Wat doen jullie hier? Hier zitten we met de afdeling Production Support. Dus hier zitten eigenlijk alle PE'ers bij problemen. Dan schieten wij te hulp. En dan zijn wij de schakel tussen de werkvloer en de ontwikkeling. Je draagt toch wel iets bij aan de toekomst, of ja? Science fiction wil ik nog niet zeggen, maar ja, gewoon vliegende auto's en zo. Uiteindelijk dragen wij er ook wel een deel aan bij, omdat overal zitten chips in. Ik heb eerst MBO 4 industriële automatisering gedaan. Met werken ben ik hier dus begonnen op de werkvloer, gewoon de machines assembleren. En nu heb ik toen de stap gemaakt, omdat het toch uiteindelijk voor HBO afstuderen wordt naar PE. Mis je het dan niet om met je handen te werken? Ja, af en toe mis ik het nog wel. Maar ik werk nog in de weekenden, doe ik af en toe nog een keer meewerken met mijn oude Unity Workcenter. Dus dan werk ik nog echt aan de machine. Ik ga heel even mijn pak. Ik kan je nog één keer. Waarom moet je dit nou doen? Waarom? Ja. Om zo min mogelijk stof mee naar binnen te brengen. Zo kunnen we dan normaal de cleanroom in. Holy mo, het lijkt wel of je iemand gaat opereren, joh. En wat gebeurt er dan in de cleanroom? Daar bouwen we uiteindelijk de machine tot één geheel en gaan we hem testen. Voordat we hem naar de klant verschepen. Of ja, het gaat met het vliegtuig. Het is uiteindelijk wel het hart van het bedrijf wat allemaal omdraait. En mogen we naar binnen? Helaas niet. Daar hebben we geen toestemming voor gekregen. Maar is het vet daarbinnen? Ja. Super vet, of ja, voor technici als ik is het heel mooi. Er zit heel veel ook verschillende technieken in. Het is niet dat het zeg maar, alleen maar draaien frezen is, maar het is ook electrical, met water, waterslang om de machine te koelen. Als je echt aan de machine gaat werken, wat ik dan eerst ook heb gedaan, is het wel handig om twee rechtse handen te hebben in plaats van twee links. Anders wordt het een zooitje.